Toen werd ik ineens met mijn homoseksualiteit gepest. En ik was nog helemaal niet klaar of ready. Of ik wilde nog helemaal niet uit de kast treden. Terwijl mijn moeder die liet echt tot het gênante aan toe doorschemeren van... het is goed hoor, om mij op me. Want iedereen rook het natuurlijk al van een afstand. Maar... Koen Kardashian is niet vies van een feestje. Ik denk dat ik 3 jaar lang elke dag GHB heb gebruikt en cocaïne. Ik ben gewoon echt een crack junk geworden. De enige die denkt, ik kan dat, dat ben jij. Je weet niet hoe het is, Tina. Ik weet nog dat je zei dat je dat boek ging schrijven. Maar volgens mij was dat toen met corona wel een beetje gekoppeld. Ja. En dat je dan zou worden afgevoerd door een ambulance... aan het einde van de lancering naar de afkeerkliniek. Ja. Het is natuurlijk gewoon een nieuwe bitterbal. Een snuif. Als jij zoveel met de buitenkant bezig blijft, ga je het niet redden. Mij denk ik nooit echt gekend, dronken gezien, omdat ik zoveel snoof. Ik werd nooit dronken. Maar daarvoor was ik heel vaak dronken. Dus was ik elk weekend dronken. Dat was snel voorbij, omdat ik snel wel cocaïne doorkreeg. Welkom. Je luistert, of misschien kijk je wel, naar de podcastserie Faya onderzoekt verslavingen. En we zijn hier nog steeds in Kasteel Woerden met allemaal mooie mensen. En we hebben de laatste gast van vandaag, Koen Pieter van Dijk. Last but zeker not least. In 2016 begon hij zijn carrière als tv-presentator met de naam Koen Kardashian. Maar die naam ruilde hij onlangs weer in voor zijn eigen naam. 2,5 jaar geleden schreef hij een boek, Gelukkig Verloren. En daarmee startte hij eigenlijk openlijk zijn afkicktraject. Eigenlijk publiekelijk, wat natuurlijk wel een extra druk meegaf. Vallen en opstaan. En uiteindelijk maakte hij een prachtige documentaire... Aandachtsjunk, die onlangs in première gegaan is. Ik heb hem gezien en ik was diep ontroerd. Het heeft me enorm geraakt. Het raakt me weer eens een keer aan denk. Supermooi, kwetsbaar, daadkracht heb je laten zien. Maar ook je familie, die rol van Tinus. Ik denk dat iedereen verliefd werd op Tinus. Ik in ieder geval wel. Maar dat is niet heel raar met mijn liefdesverslaving. Echt, oh my god. Wat een fantastische familie heb je. En wat een prachtige, rauwe, eerlijke documentaire heb je laten zien. Dankjewel. Je bent een prachtig mooi mens. Ook zonder drugs ben je een absolute paradijsvogel. Zoals je jezelf altijd noemt. Dankjewel, lieverd. Hartelijk welkom hier in deze podcast. Ja, we hebben gisteren natuurlijk heel even een voorgesprekje gehad. En toen liet jij mij weten een beetje hoe de vork in de steel zit deze tijd. En dat als je eigenlijk 1 glaasje champagne drinkt, dat je dan 3 dagen later aan de crack zit. Nou, jij was een beetje huiverig over de situatie. Ik had Faya aan de telefoon en zei, ja, ga je straks nog wat doen? Of hou je het rustig? Ik zeg, nou, ik ga naar de Masters of Luxury. Vroeger de Millionaire's Fair. En Faya schoot een beetje in kleine paniek, die denkt. Ja, straks. Ik zeg, nee, ik sta sterk in de wedstrijd. Ik kan het aan. Maar 2 jaar geleden ging het bijvoorbeeld fout. En dan had ik... tot woensdag ergens nog gezeten op een bank. Ja, zo was het. Zo machteloos. Ja. Ik ben heel trots op je. Ik lag dus vannacht wakker. En toen ben ik op Instagram gaan kijken. Dat je natuurlijk niet moet doen als je wakker ligt. En toen keek ik dus op jouw Instagram. En ik zag jou ook, ik denk, 3 uur geleden was hij nog online. Dus ik, hè, lig je in bed, Koen? Backup plan al in de zaal en zo. Maar ik ben heel trots op je, dat het is gelukt. Want eigenlijk was het voor jou gisteren een soort van... vuurdoop niet. Je hebt natuurlijk al vaker dingen gedaan. Maar wel met mensen en omgeving waar je normaal gesproken natuurlijk mee door het geluid ging. Ja. Ja, dat klopt. Hoe was ook dat? De bepaalde plekken. Het ging eigenlijk heel goed. Ik tune altijd wel met mezelf in de morgen. Als ik bijvoorbeeld zoiets op de planning heb. En als ik voel van ik ben mentaal gewoon niet op die plek om daar nu te zijn. Dan cancel ik het ook. Kijk, dat deed ik vroeger natuurlijk niet. Ik dacht dat ik het allemaal aankon. Ik had hoogmoed. En ik ging er gewoon voor. En dan ging het vaak fout. Dat is een soort Russisch roulette. Nu heb ik dat anders. En het ging ook gewoon goed. Ik heb wel gewoon genoten van de dag. En ik merk wel, je vibreert natuurlijk gewoon op een andere soort level. En helemaal op zo'n fair. Ja, dan gaat het natuurlijk alleen maar over boten en over Rolex. En hey meid. En dat is prima. Maar dat is niet meer mijn leven. Dus dat was ook wel grappig dat op een gegeven moment... als je een bepaald pad gaat bewandelen, dat niet meer lekker matcht. Dus dat is dan ook weer een les voor mij. Kijk, het was fijn dat ik die vuurloop had, maar ik hoef daar volgend jaar niet meer te zijn. Oh, mooi. Het is gewoon niet meer mijn plek.
En ik werd vanochtend wakker. En ik had jou dat natuurlijk over jouw voicemail gestuurd. Ik werd helemaal wakker met schuld en schaamte. Echt of ik een... Nou, het was een soort fantoomkater. Ik heb dat wel eens eerder gehad. En ik werd dus vanochtend wakker. En ik dacht helemaal van... Nou, het is net of ik heb gedronken. Ik was helemaal een soort van naar gevoel. Ja. En dat hoort erbij? Bij het afgeven? Nou, dat kan erbij horen. Maar dat is dan denk ik zo dat je... Nou, iemand zat hier natuurlijk net die heel erg met de kaas van gegeten heeft. Maar volgens mij is het... Dat je brein zo in connectie staat met bijvoorbeeld zo'n event... of met bepaalde plekken, met bepaalde mensen... dat je wel die ervaring in de ochtend hebt als een soort kater. Dat had ik dus. En dat is... Ja, dat is dan, daar moet je dan ook wel weer doorheen. Ik pak dan wel gelijk de telefoon. En ik heb dan een lieve vriendin. Ook in herstel, die in herstel is, Marlot. En dan hebben we het erover. En dan is het ook wel weer gelijk van me af. Wat goed, dus je reguleert dan wel helemaal dat gevoel. Ja, ik merk wel dat verbinding gewoon heel erg belangrijk is. Ja. Het is dus eigenlijk heel erg belangrijk in je herstel. Maar ook heel belangrijk geweest voor je verslaving, hè? Ja. Omgeving. Ja. Omgeving, ja, zeker. En als we eventjes teruggaan naar de documentaire. Ik weet niet of iedereen die heeft gezien. Het is een supermooie documentaire. Maar het raakt hem heel erg om dat peststukje. Want als iets je raakt, dan gaat het ook vaak over iets jezelf. Wat zelf is gebeurd. En die onveiligheid die jij dus hebt gevoeld ook. Dat je ook niet naar huis kon. Misschien kan je daar iets over vertellen voor de mensen die het niet hebben gezien. Ja, ik kom uit een hele warme familie. Mijn ouders zijn nog bij elkaar. Ik heb een hele fijne broer die door het vuur gaat voor mij. En... eigenlijk klopt wel alles, maar buiten mijn familie had ik, ja... Ik had nooit een fijne, veilige plek op school. En dat begon eigenlijk al op de basisschool. En dat was toen al heel heftig. Toen heb ik toch de keuze gemaakt om naar een andere basisschool te gaan. Dat was dan helaas de laatste 2 jaar van mijn basisschool. Was ik wel gelijk het meest populaire kind. En dan kreeg ik gelijk de hoofdrol in de musical. En was het ook gelijk alles of niets. En... ja, in die tijd hoorde ik ook mijn moeder dan wel eens in de serre aan een rood wijntje. Zat ze dan lekker met haar vriendin. En dan was ik zo gelukkig in die 2 jaar. En dan zei mijn moeder, ja, als mijn kinderen gelukkig zijn, dan ben ik het ook. En dat bleef me zo bij. En eigenlijk het moment dat ik de middelbare school weer inliep... gekleed door oma en van het tot een Ralph Lauren met totschoentjes... Ja, werd ik gelijk weer heel erg gepest. En echt in het kwadraat, ja. En dat heb je toen niet durven vertellen thuis? Nee. En dat spreekt me echt ontzettend aan. Omdat je dan moest vertellen dat je homo was. En daar was je nog niet klaar voor. Ja, dat ook. Dus het was ook heel erg van... Nou ja, dat in mijn achterhoofd wat mijn moeder dan zei... tegen die vriendin aan een rood wijntje in de serre. Maar ook, ik werd natuurlijk... Op de basisschool werd ik gepest van meisje, meisje, meisje. En dat was... Ja, dat Ik weet ik niet heel erg of ik dat... Ja, dat zou ik ook wel al als kind gênant hebben gevonden dat het was. Maar toen werd ik ineens met mijn homoseksualiteit gepest. En ik was nog helemaal niet klaar of ready. Of ik wilde nog helemaal niet uit de kast treden. Terwijl mijn moeder die liet echt tot het gênante aan toe doorschemeren van... Het is goed hoor, om mij op me. Want iedereen rook het natuurlijk al van een afstand. Mijn moeder die zei het op het schoolplein. Ze kwam ik aanhuppelen en dan zei ze wel tegen vrienden... Daar heb je mijn kleine meid. Dus het was altijd wel... Maar toch was het nog niet jouw moment. Het was gewoon niet mijn moment, nee. Dus je droeg die pijn van het pesten omdat je homo was helemaal zelf. Zonder dat te kunnen delen. Ja. En toen ook nog de verkrachting. Daar schreef je ook nog, dat heb je natuurlijk allemaal in je boek ook beschreven. Ja, dat was ook de eerste keer dat ik daarmee naar buiten... En dan meteen in een boek, hè? In een boek, ja. Het was bij mij ook wel echt alles of niets, met alles wel. Ja, ook dan natuurlijk op dat moment moesten jouw ouders dat voor het eerst horen. Ja, ik weet nog wel dat voordat het boek uitgebracht werd, ben ik naar mijn ouders gegaan. En ja, als ik ook nu terugkijk aan die tijd... Ja, ik was natuurlijk gewoon zo verslaafd. Ook als toen ik dat boek schreef. Of samen met die ghostwriter. Ik zat doorgejekkerd bij haar in de achtertuin. Ze woonde toevallig ook op de grachtengordel. En dan kwam ik altijd van een after. En dan ging ik bij haar wijn drinken. En dan deed zij dat apparaat aan. En zo is dat boek vaak naar veel hoofdstukken wel. Ik heb het wel laatst nuchter teruggelezen. En wat denk je dan? Als je het is wel bijzonder. Ik sta er nog wel helemaal... Het is wel... Ik denk van, je was zo kwetsbaar en zo
10.000 stukjes. Dus dat is gewoon niet, denk ik, de juiste manier, denk ik, om zo naar buiten te treden. Ik heb mezelf niet beschermd erin. Nee, want je want het hele proces ook... is natuurlijk echt, omdat ik er gelijk eigenlijk mee naar buiten trad, altijd onder een vergrootglas. Dus alle terugvallen, alle tegenschalen, alle schandalen lagen op straat. Ja. En dat deed je eigenlijk zelf? Ja. Om die aandacht, of niet? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik weet nog dat je zei dat je dat boek ging schrijven. Maar volgens mij was dat met corona wel een beetje gekoppeld. En dat je dan zou worden afgevoerd door een ambulance. Aan het einde van de lancering naar de afkikkliniek. Ja. Dus het was wel een soort van de aandacht van ik ga afkikken. Ja, maar wilde je toen wel echt afkikken? Of was dat eenmaal nog niet het besef dat je eigenlijk echt verslaafd was? Ik was dat boek aan het schrijven over mijn leven. En ik ben eigenlijk in dat proces van het schrijven erachter gekomen van, oh, maar ik ben volgens mij, ik heb volgens mij wel een probleem. Dus dat wel tijdens dat het proces van dat schrijven, en toen ben ik eigenlijk gewoon, maar ik ben, ik ben verslaafd volgens mij. En toen heeft het hele boek ook een andere wending gekregen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ja, toen wilde ik het natuurlijk wel met Sjeu. Ja, het liefst met een helikopter ging van het Rembrandtplein. Oh ja. En toen ging je dus voor de eerste keer naar Zuid-Afrika, toch? Ja, met nog geen idee wat me te wachten stond. Nee. En wat gebeurde er? Nou, ik was gewoon... kijk, toen dat boek... kunnen we heel even terug, sorry hoor. Want in het boek schrijf je over die verkrachting. Daar waren we eigenlijk. Ja. Een heel heftig verhaal. Ja. Misschien kan je dat nog even vertellen als je dat wilt. Ja. Maar kan het zo zijn dat dat trauma en dat pesten ervoor heeft gezorgd dat je uiteindelijk verslaafd bent geraakt? Ik wil die trauma's niet de schuld geven. Maar ik heb wel iets gevonden wat dat verdoofde. En dat was aan het begin alcohol. En daarna werd dat natuurlijk harddrugs. En dat ging van kwaad tot erger. Dus ik heb eigenlijk een medicijn daarvoor gevonden. Zo is het. Ik kreeg ineens een... Het leven was niet hard en keel en koud. Hoe ik het altijd voelde, werd ineens of er een warme deken over me heen werd gegooid. En dat wel. En die jaren daarvoor, voordat je aan die allereerste keer drugs gebruikte, voelde het leven dus eigenlijk koud en kil? Ja, dat voelde hard. Ja, ik was altijd wel in een soort fighter-modus. Dat is altijd, ja, dat wel. En toen, wanneer kan je de eerste keer herinneren dat je dan aan de drugs ging? Dat misschien... weet ik niet meer zo heel. Dat zou, ik zeg dat het was. Ik denk dat het gewoon een charmant snuifje was met een glas champagne. Yo, chic. Maar daarvoor at je wel al alcohol weg om te verdoven. Toen was ik altijd lazerig vroeger. Ja, jij hebt mij denk ik nooit echt gekend dronken gezien, omdat ik zoveel snoof. Ik werd nooit dronken. Maar daarvoor was ik heel vaak dronken. Dus was ik elk weekend dronken. Dat was snel voorbij, omdat ik snel wel cocaïne doorkreeg. Mm-hmm. En wat deed dat cocaïne met je? Ja, het haalde eigenlijk mijn zorgen weg. Het haalde mijn onzekerheid weg. Die koude, kille wereld werd ineens draagbaar. Ik werd in het kwadraat. Ik vond dat ik toch de leukste versie van mezelf werd. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar zo voelde het wel. Ja. Nou, ik heb je vaker meegemaakt. En je was wel natuurlijk helemaal flamboyant. En je moest echt heel erg om jou lachen. Ik heb een paar keer dat ik echt dacht, wat is dit echt? Bestaat dit überhaupt van iemand die dit doet? Ja. Dus dat vroeg ik gisteren ook. Ben je nog steeds zo? En dan zag ik dat wel een beetje op Instagram voorbij komen. Dat je inderdaad eigenlijk gewoon nog steeds zo bent. Ja, ik ben nog steeds zo. Maar... ik ging natuurlijk wel echt over een grens. Ja. Ja, ik hoor je zeggen onzekerheid. Hè?
Was dat het? Want wij hebben wel samen een kerstboom opgetuigd voor zo'n goede doel. Ja, toen had je ook, ook twee hij pakjes. Was ook hij. Ja, in je zacht en zo. Maar was je dan ook onzeker voor dat soort momenten? Van dan gewoon een kerstboom alles. Optuigen? Ja, ja, op een gegeven moment was het gewoon... Hoeveel meer je het ook doet, hoe ondraagbaarder het leven ook is nuchter. Hè? Dat is ook gewoon wat een verslaving doet. Het is zo destructief en progressief. En dat zag je bij mij, ja. Ik werd op een gegeven moment werd ik wakker. Ik belde de dealer al voordat ik ging slapen. Want als ik ging niet slapen met een leeg pak. Nee. Oh, dus daar stond je echt mee op? Ja, ja. Ik moest wel. Dan nam ik gewoon wel een nak bij mijn koffie aan het einde van de rit. Aan het einde van de rit werd het natuurlijk nog even een tand hoger. Maar de laatste... Nou, de laatste 3 jaar wel, ja. Ja. Zelfs Geetje, dat klapt. Ik had ook nooit katers, want ik zette een buis G klaar op mijn nachtkast. En dan deed ik zo tik. Nou, dan stond ik weer, la cucaracha. Ja. Hé, hey, maar in mijn eigen act. Ja, ja. Maar je was heel onrustig vooral. Oh, ik was je was zo onrustig. Onrustig. En als ik dan nu naar je kijk, dan denk ik, wat happened? Je bent in een soort van serene rust over je ja. heen. En ook in je gezicht zie ik dat heel erg ja. Terug, wat heel mooi is natuurlijk. Ja, die onrust, hè, dat oh. Dus eigenlijk was dat dan het weglopen voor de pijn en het verdriet en de leegte van de dingen die er in je leven waren gebeurd en die ja, dat niet denk durven ik wel. Aankijken. Dat denk ik wel. Ja, dus niet waar jij het ook over hebt, niet durven naar de wortel durven te gaan. Ik weet nog wel, kijk, als je gaat afkicken. Kijk, afkicken is niet zo moeilijk. Helemaal klinisch niet, want je zit natuurlijk tussen vier muren. Binnen vier muren en... stoppen met drugs is gewoon niet echt moeilijk. Dat kan iedereen. Maar leven zonder drugs, dat is voor me, laat ik voor mezelf spreken, dat ging echt door merg en been. Want je emoties komen weer op. Je gevoelens komen weer op die je jarenlang hebt weggedrukt. Nou, ik wist niet wat er gebeurde. Ik had, toen ik uit de kliniek kwam, ik dacht echt, nou, er zit 48 uur in een dag. Ik ging door het plafond van emoties en gevoelens, van geen prikkeloos er te zijn gewoon op zo'n dag. Je hebt geen idee wat je moet doen. Ik had geen hobby's. Ik kon niet voor mezelf zorgen. Ik had nog nooit in de keuken gestaan. Ik had nog nooit een ontbijtje maken was eigenlijk al te veel gevraagd. Dus ik heb echt opnieuw moeten leren leven. Dat klinkt heel heftig, maar... Dat is er toen wel... Ja, dat is die periode dat je 20.000 stappen in je huis zette... wat 4 vierkante meter was. Dan had ik bijvoorbeeld op echt een slechte dag... en dan was ik wel gewoon vrij van alcohol en drugs. Dus niet van ik loop alleen maar rondjes dat ik helemaal high was. Maar was ik gewoon mentaal op zo'n... in een bad place. Dan kwam ik ook mijn huis niet uit. Nou, ik woon echt in een kartonnen doos van 50 vierkante meter... en dan keek ik aan het einde van de rit op mijn stappenteller. Had ik 20.000 stappen gezet. Dus zo veel onrust had ik in mezelf... dat ik echt niet wist wat ik met mezelf aan moest. Ja, dan zat ik tegen mijn vriendinnen een thee op het terras te drinken... en zeggen, hoe gaat het? Ik zeg, nou, ik ben blij als er straks geschoten wordt. Zo oh, wat erg. Ongelooflijk saai vind ik het leven. Ja, ja, want dat hoorde ik ook vaak, als ik je dan nog wel eens tegenkwam... van dat je er gewoon geen kut aan vond zonder dat bordje. Ja. Dat je was nog heel erg het randje aan het opzoeken. Oh. Kan ik nog wel een drankje doen? Ja. Dus je hebt nog eerst heel vaak op een hele harde manier moeten... Ja. Ja, want op een gegeven moment ben je natuurlijk verslaafd geraakt aan crack. Dat zien we ook al in documentaire. Ja. Super heftig. De laatste 10 weken voor mijn eerste klinische opname. Laatste 3 weken? 10 weken, ja. Ja, er kon veel gebeuren in 10 weken. Ja. Ja, jeetje, want je bent gaan afkicken na dat boek, hè? Toen kwam je dus terug. Nee, het is zeg maar zo. Ik ben gaan... ik heb dat boek geschreven en toen zou ik eigenlijk... dat kwam uit mijn hoofd in november of december zo uit. En ik had een datum staan om 4 januari. Want ik dacht, nou, ik ga nog wel even kerst en oud en nieuw vieren. Met de afters erbij, nou, dan kom je op 4 januari. dus ik dacht, nou, dan ga ik... laat ik me opnemen de 4 januari. Maar ja. Heb je dan niet eigenlijk stiekem al de overtuiging... dat het toch tijdelijk is? Ja, ja, als ik heel eerlijk ben, tuurlijk wel. Maar dat is ook toen niet doorgegaan. Want 4 januari, dat kwam dan niet van mij. De
Die kliniek ging ineens dicht. Ja, dat is ook weer een heel... een beetje off the record. Maar die eigenaresse van die kliniek... die hield dus seksrelaties op na met de patiënten. En zij had dus zelfs een seksverslaving. Nou, dat was een heel groot schandaal in de verslavingindustrie. Dus dat, ja, die kliniek die werd ineens gesloten permanent. Dus ik zat daar. Dat kwam mij natuurlijk eigenlijk wel goed uit. Want ik kwam ineens op een wachtlijst. En het duurde 3 weken voordat ik opgenomen werd. Nou, in die 3 weken tijd kreeg ik ineens een nieuw huis aangeboden. En toen dacht ik natuurlijk, ja, dit is wat ik nodig heb. Gewoon een nieuw huis, nieuw interieur. Ik hoef niet meer af te kicken. Ik ga me daar helemaal op focussen. En dat gebeurde ook, hè. Ik kreeg dat nieuwe huis. In Rotterdam? In Amsterdam. In Amsterdam. Oh, ik ging van de Prinsengracht naar de Haarlemmerweg. Ik keek op de Westergas. Was helemaal lekker appartement. Ik stortte mezelf helemaal op interieur. Ook weer zo zwaar obsessief. Dat zag wel prachtig uit. Nou, het was een soort Walt Disney Parijs. Dat aan het einde, want ik sloeg natuurlijk helemaal door. En dat ging op zich ook wel goed. Daar was ik gewoon best wel een paar weken mee bezig. En toen zat ik in dat hele, geëtaleerde huis. En toen, ik had natuurlijk gewoon wel nog steeds die verslaving. Maar ik deed het natuurlijk wel naar mijn familie en vrienden en zo doen lijken of dit inderdaad echt de key was. Het was nog in de ontkenning. Afscheid, ja. Dus, maar had je dan zelf wel door dat je een verslaving had toen? Ja, maar dit gaat komt me toch wat te dichtbij. Ja. Zo'n opname. Wat heb ik me eigenlijk allemaal om mijn hals gehaald? Ja. Dat dacht ik. Nou, dat was in januari, februari. Nou, mijn verslaving kabbelde door. En in april is het echt uit de hand gelopen met crack. Ja, en toen ben ik midden juli ben ik opgenomen. Dus april, mei, juni, juli. Ja. Had dit moeten gebeuren, die crack, voor jou? Om te stoppen? Ik denk dat ik anders nog wel... omdat ook gewoon snuif, cocaïne natuurlijk. En dat is gewoon heel normaal. In de maatschappij. Of in de... Laat ik voor mezelf spreken. In de kringen waar ik me bevind. Bevond. Beetje ja. Half. Komt sta. Ja. Ja. Dus het is heel erg pijnlijk natuurlijk. Hele heftige drugs. Ook een hele maar ik denk wel... anders had ik nooit gegaan. Kijk, mijn verslaving is wel echt leven of dood. Dat is wel... toen ik de eerste keer klinisch opgenomen werd... Ik ben inmiddels 22 kilo aangekomen. Zo erg was... en ik heb nog steeds niet zo heel veel... vet aan mijn lijf, maar dat was een beetje wat... Hoe je eruit zag op dat moment. Ja, ik was echt een crack junk was ik geworden. Ja. Jeetje. En je vertelde ook dat het geassocieerd wordt met allerlei dingen. Jij deed dan ook extreme seksuele dingen, hè, in dat appartement in Haarlemmerstraat. Ja, op de Haarlemmerweg, ja. Haarlemmerweg. Ja. Dat is echt een heel leuk buurtje, maar ik moest er toevallig vorige week zondag zijn voor een shoot bij Studio 8. Dat zit er om de hoek. Nou, ik kreeg helemaal gewoon, ik werd gewoon misselijk. Lichamelijke sensaties. Ja, daar ben ik zo. Dat is echt de zwartste bladzijde uit mijn leven. Wel, wat ik daar heb. Daar gaan we het er ook even over hebben. Over die plantmedicijnen die jij hebt genomen. Die dat nog een beetje hebben verzacht. Hè, als ik je goed begrijp. Ja. Maar nog heel even terug naar dat seks. Die ook voor mij een beetje overkwam. Ook als seksverslaving. Als ik er naar luisterde. Hele extreme dingen zeg maar deed. Maar wel gerelateerd aan drugs. En ik weet nog dat jij een keer tegen mij zei. Ik heb al 5 jaar niet nuchter gesext. Ja. Ja. Is dat... een gevolg van zo'n verkrachting geweest? Of... Ik heb daarna nooit meer echt een gezonde seksuele relaties gehad. Ik was eigenlijk altijd wel, zeg maar... waar ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... als ik kijk naar de mannen waar ik de afgelopen jaren seks mee heb gehad... zijn dat altijd, leken dat altijd op de jongens die mij pesten. Dus dat wel heel erg... En we wilden altijd hardhandig aangepakt worden. Ja. Ja. Fysiek, maar ook verbaal. Oké. En hoe is dat nu?
Nou, het is toch niet dat ik lig te knuffelen op de bank. Ik ben nog steeds aan de naal. Maar er staat niet meer een heel elftal met enkelbanden om in mijn bank. Nee. Zo erg was het, ja. Dus echt, oké, dat is eigenlijk een soort van vernedering, wilde. Nou ja, het was wel pittig, ja. En als je daar nu nuchter naar terugdenkt, hoe kijk je daar naar? Nou ja, ik heb er ook heel veel therapieën over gehad. En dan zeggen ze, jij valt dus op je pester. En die zeggen, ja meid, wat heb ik er nou aan? Ik zeg, en nu? Ja. Maar dat snap ik nu wel, want dat is natuurlijk een heel proces. Maar wat betekent dat dan eigenlijk? Ja, op een gegeven moment ga je denk ik toch ook naar jezelf echt kijken van... ja, wil je dit? Word je nou hier echt gelukkig van? En bij mij was het ook wel echt zo verstrengeld met drugs. Dus dat is wel... Misschien... Kan je dan nu nog seks hebben zonder drugs? Nou, ik ben aan het oefenen. ik heb laatst toevallig wel seks gehad... maar niet meer met 100 jaar celstraf, laat ik het zo zeggen. Nee, en ik kan, nee. En kan je wel, want je bent natuurlijk hier net geweest, hè, met Martin Appelo ook. Ja, daar kon ik me heel erg in vinden. Ja, in die hechtingstijlen. Vond ik heel interessant, ja. Hij vertelt ook in zijn boek dat je, als je die extreme hechtingstijl, dat je niet eigenlijk niet echt kan verbinden. Ik moet wel zeggen dat ik weiger mezelf zo te labelen, omdat ik die stijl ook heb. Dat ik geloof wel dat ik kan verbinden. Ik voel dat enorm bij mijn kleinkind ook. Dus het kan heus wel. Ik voel het ook natuurlijk bij mijn kinderen, maar bij mijn kleinkind voel ik het enorm. En hij legt dan uit, omdat die jou nooit pijn gaat doen. Dat was zijn uitleg tijdens onze sessie. Okay. Gaat kwetsen eigenlijk, geen pijn gaat doen. Maar denk jij dan, ik weet niet hoe dat was de laatste keer seks... maar dat jij je nog kunt verbinden echt met iemand? Nee. Dan is het wel gewoon heel, hoe zeg je dat, platonisch. Dus het is wel gewoon, als het klaar is, dan eruit. Je krijgt echt geen thee. Ja, om het zo even te zeggen. Ja, nee. Ook nu je nuchter bent. Ja, ik vind het ook nog steeds lastig om dat liefdevol, passioneel... Dat is, en ik denk dat dat... Maar wil je dan nu nog uitgescholden worden? En nee, helemaal niet. Nee, dat is ook niet meer wat ik wil. Nee. En dat moet me ook heel erg, dat is wel heel erg hand in hand met drugs. Maar ik denk, kijk, ik heb dit nu zo gedaan en dat was prima. Maar het geeft me ook niet meer zoveel voldoening. Dus ik denk wel gewoon dat voor mij seks op een gegeven moment wel echt met iemand moet gaan gebeuren, met iemand waar ik van hou. Of waar ik echt een connectie... Heb je dat wel eens gehad? Dat je echt van iemand Jawel, dat heb ik wel gehad, heel lang geleden. Natuurlijk ook wel met mijn exen. Maar op een gegeven moment zeiden mijn exen ook wel van... Nou, sorry, dit doe ik niet. Ja. Ik wil je best aanpakken, maar ik ik ga geen huiselijk geweld plegen. Dat zeg maar. Ja. Okay. Ja. Nou, heel even naar je herstel. Hè, dat is met vallen en opstaan. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, nou, je gaat... Ja, ik ben dan 2 keer klinisch opgenomen. En dat is denk ik voor iedereen goed die helemaal in zo'n... laat ik voor mezelf spreken. Hoe ik eraan toe was. Maar en dan kom je thuis en dan begint het pas. En ja, dan wordt er natuurlijk heel vaak zelf door de reguliere zorg wordt toegepast. Dus het 12-stappenplan moet je gaan doen, moet een sponsor gaan vinden. En, dat lag jou niet heel erg, hè? Zag ik in je documentaire. Nee. Dat vind ik nog steeds lastig. Maar ja, er zijn wel mensen die er heel veel profijt van hebben. En dat is super fijn. Maar ik vond het zelf ook gewoon heel pijnlijk, omdat het mij niet lukte. En dan moet je weer helemaal bij stap 1. Ik vind het best wel een soort van arrogant systeem. Want het is heel erg van, oké, ja, dit is het. En als je dit niet doet, dan ben je niet in herstel. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En ook met meetings, daar had ik meer een haat- dan een liefdeverhouding mee. En nog steeds, ik moet zeggen, over 2 dagen ben ik 5 maanden clean. En ik
Hij heeft eigenlijk deze keer echt alleen maar mijn mijlpalen opgehaald. Alleen als een vertalenval ding gekomen. Dus, dus met mijn 30 dagen ben ik even een sleutelhanger wezen ophalen. En dan is het... Ze blijven plastic hoor, ook na jaren. Niet dat je ineens met jaren ze ingelegd worden. En met 3 maanden. En ja, ik ben zo'n gevoelig mens. Ik neem zoveel over, zoveel energie over. En ik merkte gewoon heel erg dat ik dat echt meenam. En, die energie van al die mensen, ja, daar. Ja, maar ja. Die verhalen. Ik ben gewoon net even verder gaan kijken dan mijn neus lang is. En ja, ik heb echt van alles gedaan de afgelopen 2 jaar. Ik heb sound healing gedaan, breathwork, truffelreizen. En waar heb je daar reconnectieve healing baat bij gehad? Ik ademen. Dat is dat doe ik. Ja, en meditatie. Voor mij is herstel op dit moment gewoon heel erg. Kijk, als je net terugvalt, moet je gewoon. Met zo'n verslaving als ik, moet je gewoon wel echt in een regime, vind ik. Dus dan word ik heel erg. Zet ik mezelf heel erg echt in een routine neer. Echt in een regime. Het gaat echt mijn wekker om 6:30 ochtends elke dag. 30 minuten mediteren. 30 minuten herstelgerelateerd boek lezen. Daarna wordt die kleine meid, ik heb een tekkel, uitgelaten. Daarna personal training, et cetera, et cetera. Dus zo zagen de eerste 2 maanden na mijn terugval eruit. Nu zit ik wel weer ben ik weer wat meer comfortabeler in mijn routines en in de dingen die ik doe. En daar hoort dit vooral ook heel erg voor mezelf zorgen en zo. Van een havermoutje maken met een banaan en een schep pindakaas tot mediteren, tot met jezelf inzoeken en ademen. Ja, ademen als in ook breathwork. Breathwork, ja. Ja, dat is super mooi. Dat is vond ik heel krachtig. Ja, ik ben daarmee begonnen in Zuid-Afrika. Want ik ben 2 keer klinisch opgenomen in Zuid-Afrika. En met de 2e keer, ik durfde niet meer terug naar huis. Er waren natuurlijk zoveel schandalen. Ja, ik had ook angst. Schandalen? Ja, voor alles. Ik durfde gewoon, dus toen heb ik mijn ouders opgebeld. En toen had ik gezegd, ik heb een secundair iets gevonden, een soort halfway house. Je hebt dat natuurlijk ook hier in Nederland. Safe houses zijn dat. En dat komt eigenlijk op neer voor mensen die nog niet klaar zijn voor de maatschappij. En die krijgen een begeleidend wonen. Ja, dat klinkt heel heftig, maar zo is het eigenlijk wel. Met de juiste therapie, et cetera en zo. En ik had iets gevonden in Zuid-Afrika. Want dat voor mij was het natuurlijk niet echt. Ja, dat kon gewoon ook niet in Nederland. Je was eigenlijk gewoon bang dat je weer de mist in zou gaan? Of? Nou, nee, dat was ook gewoon meer met mijn bekendheid. Dat kon ik echt niet aan. Dus toen ben ik in Zuid-Afrika nog 4 maanden gebleven. Daar heb ik me eigenlijk heel erg gefocust op. Ik kreeg weer 1 keer in de week therapie. Maar ben ik eigenlijk in contact gekomen met breathwork en sound healing. En zulke soort dingen. Pas je dat dan nu ook toe in je dagelijks leven, zeg maar, die breathwork oefeningen? Ja, ook als ik... jij kan trek hebben in een wijntje. En dat kan je wel snel van je afgooien. Denk ik, toch? Soms, zo erg is het niet, ja. Soms ook. En ik kan... waar ik nu het meeste tegenaan loop, wat de grootste cravings zijn. Craving stamt ook van het woord crack, hè. Heel veel mensen zeggen van, oh, ik heb zo'n craving naar. Dan denk ik, je zou eens moeten weten wat een craving is. Want dat komt dus van crack. Ja, ik pas het heel erg toe op dat. Dus als ik bijvoorbeeld een craving krijg... Krijg je die nu? Jawel, tuurlijk, ja. Ja. Van crack echt? Van die, ja, die high. Ja, de combinatie met seks en drugs. Maar is seks dan ook niet een beetje riskant, zeg maar, nu voor jou? Ja, daar moet je mee oppassen, heel erg. Ja, dat is heel riskant. Dat is denk ik het meest riskante. Want eerst was het ook bijvoorbeeld heel erg sociale dingen. Dus bijvoorbeeld waar ik gisteren naartoe was gegaan, dat ging vaak fout. Maar ik kan nu wel echt zeggen dat de sociale aangelegenheden waar ik kom, dat ik heel erg... En dat duurt volgens mij ook 1 jaar, als ik het goed zeg. Is die link met alcohol en voor mij dan ook cocaïne eraf.
Dus ik, anders was ik ook heel erg onrustig bijvoorbeeld op zo'n event of zo. Nu heb ik dat niet. Nee, dus dat is er wel echt van af. Maar met seks is het voor mij nog wel lastig. Ja, maar het is denk ik ook wel goed om met, ja, met veilig... Die nieuwe paadjes waar die mevrouw het, ja, Jan het over had. Ja, dat je een nieuw paadje maakt. Je moet maakt. Niet bang zijn. Je moet, nee. Je moet er wel voor gaan. Ja. En nou ja, celibaat leven, dat, ik denk dat dat niet heel erg bij mij past. Ja, ik vind je wel extreem verschillend met de Koen die ik natuurlijk van je ken ook. Ja, ja. Heel sereen, ja, ik en had, rust uitstralen. Nou, ik had ook... Het is dus een halve maand geleden dat ik seks heb gehad. Dus ik was wel 4,5 maand heb ik geen seks gehad. Dat is wel heel lang hoor, voor mij. Kreeg je dan cravings naar de crack? Of kreeg je dan ook cravings naar seks? De combinatie, volledig. Dat is een combinatie. De hele act, de hele alles. Oh ja, de alles erbij. Alles erop en eraan. Ik denk dat je het heel goed zou doen in theater ook. Met gewoon een nuchtere act. Denk je niet? Ja, die show die ik daar een keer heb gezien in die woonkamer van Wim. Nou, daar kwam ik nu nog op na het weer 4 jaar. Ik was daar met een vriendin en die wist niet wat ze zag. Die zit nog steeds in een burn-out thuis. Ja, precies. Ja, dat deed ik wel met mensen. Ja, nee, je was echt hilarisch wel. Dus ik snap ook wel dat mensen met jou wilden dat jij mee uitging. Want je was gewoon de ster van de show, weet je wel. En die hadden dus ook een ander belang bij het feit dat jij moest stoppen. Want het is natuurlijk heel gezellig. En iedereen die zelf ook verslaafd is in de zin, die ziet dat ook natuurlijk weer anders allemaal. Ja. Ja. De omgeving is daarbij natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar als je dus nu zo'n crack craving krijgt, dan ga je dus ademhalen. Ja, vanuit mijn buik bijvoorbeeld. Of in verbinding zijn natuurlijk met mensen. Ik moet heel erg zeggen dat ik niet... ik sla meer dicht. Ik ben meer freezer. Met zulke soort dingen. Dus als ik echt een craving krijg, dan de meesten die bellen dan natuurlijk op en die gaan verbinding zoeken. En dan is het van hun hart en zo. Ik moet echt gaan zeggen. En ik zit helemaal scheel te ademen. Goed, maar wel heel. Dat zie je natuurlijk ook in die documentaire. Je hebt echt ontzettende doorzettingsvermogen. Ja, ja, dus je leert gewoon. Je moet gewoon alleen nooit opgeven. Nee. En. En met mildheid naar jezelf kijken. Dat als het nog een keer... Ja, ja, het hoort erbij. Er ligt natuurlijk ook zo'n taboe op om terug te vallen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon heel bizar. Want ja, wat verwachten mensen? Het is natuurlijk zo op gedrag. Het begint eigenlijk pas als je natuurlijk die kliniek uitkomt. Ja. En... Nou ja, om het natuurlijk te hebben over de zorg die je dan krijgt. Het wordt. Ja, voor mij is het. Lijkt het dan net meer. Zo voelt het voor mij. Of mijn verslaving onderdrukt wordt. Maar ik denk dat dat niet eens het grootste probleem is. Met dat 12-stappenplan. Ja, of met een meeting of met een sponsor en zo. Ik heb niet echt de tools nodig, maar ik heb meer... Ja, ik ben echt naar binnen gegaan. Dus ik ben heel erg gaan werken op mijn trouw, met MDR, met van alles. Eigenlijk het is als een bal die je onder water duwt. En het werken aan de verslaving, maar niet aan de laag die eronder zit. Ja, het is net of je een strandbal natuurlijk. Ja. Het water in, op een gegeven moment gaat zien. Die omhoog. En dat is dan ook weer die terugval. Dus dan zit je zo om te drukken met dat 12-stappenplan en die meeting. Ja, en uit te stellen eigenlijk, totdat je het eigenlijk weer gaat doen. Nou, ik denk dat het ook wel heel veel mooie dingen natuurlijk heeft, zo'n module. Want je gaat ook wel echt naar binnen met zo'n 12-stappenplan. Maar ja, ik doe het toch op een andere manier. Ja, zo kun je het ook wel zeggen. Ja, dat vertel je ook in de documentaire. En ik kwam je laatst natuurlijk tegen op straat. En toen had je het over zelfschouten. Ja. Ik ben nog wel heel even benieuwd naar je psilocybine-avontuur. Wat dat voor je heeft gebracht. Ja, ik zit nu aan de zelfschouten. En aan de zelfschouten, ja. Ja, wat is dat? Dat is weer helemaal het andere. Ja, ik kan het heel slecht uitleggen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar een truffel gaat natuurlijk naar boven en celzout gaat juist naar beneden. Dus het maakt je grounded. En dat kan ook die celzouten die kunnen, die trilt, al je trauma's zitten opgeslagen in je celdeling. En dat trilt er als het ware, kan dat eruit getrild worden.
Dat ben ik dan nu aan het doen. Ja, ik denk nooit geschoten is altijd mis. Ja, wat voel je ervan? Ik slik 80 tabletten per dag nu. Nou, je slikt weer niet. Ik ben er druk mee, ja. Dus, met een blouse. En ik merk toch niet heel erg veel van, moet ik zeggen. Ik droom wel heel heftig. Ik droom wel echt over mijn trauma's en zo. Dat hoort er dus wel bij. En ik ben ook wel grounded en rustig. Voor mijn gevoel. Maar ik weet niet of dat door die stels uitkomt. Maar zij zei bijvoorbeeld, die healing gaf, die zei ook, want ik zei van ja, zei, wat doe je er nog meer aan? Ga je bijvoorbeeld naar meetings? Zegt ze ja, nee. Ik zeg, ik ga eigenlijk. Dit is eigenlijk de eerste keer na een terugval dat ik echt naar mezelf luister. En dat ik echt zelf bepaal van oké, wat heb ik dan nodig? Want ik wil niet terugvallen, maar wat heb ik dan wel nodig? In plaats van ja, je moet dat doen, je moet zus, moet dit, moet dat. En toen zei zij ook van ja, ik denk dat het gewoon voor jou ook heel verstandig is om niet naar die meetings te gaan. Want jij bent zo gevoelig. Jij staat zo open voor iedereen zijn energie. Ja. Dat neem je allemaal mee naar huis. Ja. En ja, het zijn toch allemaal mensen die, met issues en problemen die natuurlijk in zo'n groep worden gegooid. Dus voor de ene werkt het wel, voor de andere niet. En daarnaast heb ik ook het truffels gedaan, ja. Ja. Op reis, ja. En dat vertel je ook heel mooi in documentaire. Dat ja, je, dat je ja. Wat dat voor je betekende. Ik zag je natuurlijk bij de première daarvan. En toen zei je tegen mij dat dat echt hetgeen was wat jou zachter... Dat heeft mij... Het is een soort... het is natuurlijk niet gelijk als je dat hebt genomen. En dat je denkt van zo, het is opgelost. Maar dat gaat echt... Bij mij heeft het wel een maand of misschien nog steeds nog wel geduurd. Het is een soort tetris die in elkaar valt. En... Ik ben uit het appartement waar ik verslaafd ben geraakt aan crack. Ben ik eigenlijk uitgetrokken, echt met haat, wrok. Ik heb dat niet afgesloten. En dat voelde ik eigenlijk toen nog steeds. Ik voelde gewoon heel veel verdriet en heel veel ja, ook haat en wrok. En dat is ik kreeg een nare smaak ervan in mijn mond als ik erover praat of aan dacht. En... toen ik die truffelreis ging maken, toen zei ook die shamaan tegen mij van ja, je moet die aan die truffels vragen wat je wil gaan doen. Nou, ik zei, hallo. dit wil ik aanpakken. En ik merkte gewoon aan mezelf dat al die trauma's die in die 10 weken zijn gebeurd. In dat en huis. Het verslaafd geraakt aan crack. Alles wat eraan blijft kleven aan crack, dat is nou, een aan cocaïne is het dan niet echt fijntjes wat er aan plakt. Maar echt, jongens, aan crack, dat is echt... Dat is zo'n duistere wereld. Dat zat er allemaal aan. En dat had ik eigenlijk nooit verwerkt. Dus ik dacht gelijk van, oké, nou, dat vraag ik. Ja. En dat kreeg je? Ja, dat kreeg ik. Ik kreeg zo'n kap op en ik nam nogal een hoge dosis. Ik denk, ja, ik ben wel gewend. Ik denk, ik knal er 35 gram in. En ik kwam er natuurlijk gelijk in. Ja, dat is wel logisch met 35 gram. Ja. En het was eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik zag eigenlijk allemaal soort van verschillende soorten trauma's. En onbewust... zag ik kleine Koen die in het Westerpark stond. Waar ik op keek, dat was mijn uitzicht van mijn appartement. Ik kreeg helemaal nog weer kippenvel als ik het vertel. En daar was ik ineens. En kleine Koen die pakt me bij mijn hand. En die doet zo naar me. En wij lopen eigenlijk samen naar mijn appartement wat in brand staat. En wij stappen het appartement in. En ik was eigenlijk... Ja, hij zei, het is goed. Want ik was wel een soort van angstig, weet ik nog wel. En toen stond ik ineens in mijn appartement. En mijn crackdealers zat vaak... Ja, ik gebruikte zoveel. Die ging ook gewoon niet weg. Die denkt, ja, je bestelt weer. Ik blijf wel zitten. Ja, dus, die zat vaak aan de keukentafel. Een joint te draaien. En die zag ik zitten. En kleine Koen doet zo... En hij doet eigenlijk ook heel met compassie en liefde zo. En hij verbrandt weg. En daarna zegt zijn neef zat daar bij mij op de bank. Daar op de bank, ja. Bij mij op de bank.
En in zijn onderbroek. En daar deed hij ook zo naar. Die deed ook eigenlijk zo. En dat zo was de man er... die jou aan die crack heeft geholpen, toch? Ja. Ja, ja. Ja, ja. En ja, en zo nog meer verschillende soorten mensen die uit die tijd daar, ja, aan die tijd kleefden. En aan het einde lag ik zo'n ik had een bruine marmeren tafel en daar lag die crackpijp dan vaak op. En daar deed hij ook zeg maar zo naar. En die, nou, die crackpijp deed natuurlijk niet zo terug. Ging ook in vuur en vlam. Toen ben ik uit het appartement gestapt. Misschien denken ze, nou, die is knettergek. Die gozer maar. En toen stond ik in het Westerpark en toen ging alles weg. En toen had ik ook gelijk voor mijn gevoel... ik zat er nog zwaar in, want ik had 35 gram genomen. Maar toen dacht ik, oké, nou, dit is voldoende voor deze reis. Dat voel je op de een of andere manier. Ja. Toen zette ik die kap af en toen was ik... Ja, toen was ik eerst, denk ik, een uur lang stil. Zat ik zo en daarna was ik zo huilen... En het was zo'n mooi, bijzonder moment. Ja, dat was echt heel bijzonder. En dat er kan eigenlijk geen 12 stappen tegenop. Nou, dat was wel echt therapie. 10 jaar in therapie. Ja. Ja, dat was echt ongelooflijk. En terug was een soort toegankelijke ayahuasca. Ja, vind ik wel. Maar je kan ook, er ja. Ook net zo diep mee gaan. Ja. Ja, alleen ga niet overgeven en... blijft het toch een beetje, nog een beetje knap. Ja. Ja. Ja, nou. Dus ja, dat was voor mij heel bijzonder. Het is niet dat ik het natuurlijk heel veel nu ga doen. Maar ja, ik denk dat ik bijvoorbeeld dat het in februari wel weer tijd is om zo'n reis. Dan ben ik ruim een half jaar clean. En dan wil ik wel weer een trip gaan doen. Ja, en zodoende leer je natuurlijk, heeft iedereen zijn eigen herstel. En leer je wat goed voor je is en wat niet bij jou past. En ja, blijven opstaan. Ja, mooi. Ja. We gaan nog even wat vraagjes stellen uit het publiek. Is er iemand die een vraag heeft voor Koen? Ik heb wel een vraag. Heeft die periode, ondanks dat het zo heftig was, je ook iets gebracht? Heeft de periode, ondanks dat het zo heftig was, je ook iets gebracht? Ja, het heeft me natuurlijk heel veel inzicht gegeven. Ja, dat... ik weet precies hoe ik het niet meer wil. En wat wel werkt en wat niet werkt. En ik denk dat, ja... Ik kan er ook niet meer... Dat, ook met dat. Niet alleen met die nare tijd in mijn oude appartement in Amsterdam. Maar met alles kan ik best wel met compassie en liefde naar kijken. En van, ja, alles is met een reden gebeurd. En ik zit nu hier. En dat is wat er waar het allemaal om draait... Heb je nog toekomstplannen en met wat wil je doen nu? Nou, ik ben 5 maanden clean. Ik focus me gewoon op vandaag. Ja. Mooi. En ik ben morgen gewoon weer ontzettend trots. Waarschijnlijk, want er veel gebeuren nog. Nee. ontzettend trots als ik weer fris wakker word met mooie dromen. Heb ik natuurlijk zeker. En mijn ambities en... ja, dat wordt natuurlijk ook steeds meer helder. Ja. Ja. En, is er nog een vraag? Je hebt ook meegedaan aan Special Forces. Ja. Zeg dat goed? Ja. En in hoeverre werkt dat door in je leven? En wat heeft het je gebracht ook aangaande je verslaving? Ik moet hem heel even herhalen hoor. Je hebt meegedaan aan Special Forces. In hoeverre heeft dat wat doorwerking toch een invloed op je verslaving? Nou, de bagger zit nog steeds achter mijn oren. Nee, nee wat voor mij daar het meest belangrijke wat ik nog steeds wel meeneem... is het wordt altijd beter. Dus altijd licht aan het einde van de tunnel. Want met Special Forces bekijk je het echt niet per dag... bekijk je het echt per kwartier. Soms wel eens per minuut. Dus, en dan was als je dat kwartier dan had... dat je er nog steeds was. En dan werd het misschien af en toe iets beter. En dat haalde ik er gewoon heel erg uit. Het wordt altijd beter. Zet door. En er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Dus dat is wat ik er heel erg uit meenam. Ja. Mooi. En dat groen gewoon mijn kleur is. ja. Ja, hartverscheurend.
Hoe is het voor je familie en hoe gingen ze daarmee om? Ja, dat is hartverscheurend. Dat komt natuurlijk ook steeds meer helder op mij. Even opnieuw. Binnen, dat is hartverscheurend. Binnen, ja. Ja. En dat is natuurlijk ook, dat sluipt natuurlijk ook in. Want ik denk dat ze altijd wel dachten van... hij heeft een probleem, maar ja... Mensen hebben, ja, het kan ook een doseringsprobleem zijn, snap je? En ik denk dat mijn ouders al snel ook blij waren, omdat ik natuurlijk zo erg gepest was, dat ze dachten: oh, nou, hij heeft eindelijk lol. Hij is eindelijk soort van blij. Dat ook wel zo werd gedaan. En op een gegeven moment hadden ze het natuurlijk door. Ja, ja. Hoe is het nu met je moeder? Ja, heel goed. En die band is ook echt zo. Dat is ook helemaal een soort boegbeeld geworden na mijn docu. Ja. Heel veel moederfiguren met verslaafde kinderen die... Bij haar komen. Ja, nou, die daar gewoon heel erg veel herkenning en ook heel veel kracht uit halen en troost. Ja. En ja, ik heb duizenden berichten gekregen op de documentaire. Ja. En ik merk ook gewoon heel erg dat wat mijn... zwakte in het leven is, dat wordt gewoon echt langzaam aan mijn kracht. En nu ook wat jij natuurlijk aan me net vroeg van... ja, wat zijn je toekomstplannen? Ik merk gewoon heel erg dat ik daar warm van word. Ik vind nog niet het mijn moment om daar volledig mij op te focussen. Want ik ben, laten we even realistisch zijn. Ik ben 5 maanden clean. Ik zit zelf nog echt in het proces. Ik doe het met stapjes. Maar dat is wel iets waar ik naartoe wil natuurlijk. Ja. Vind ik wel heel erg mooi, want wat je vaak wel ziet bij verslaafd, als ze dan heel even zijn gestopt, dat ze helemaal weten hoe het moet. Ja, dat vind ik heel... En het dan heel erg weer naar buiten en de anderen weer willen redden. Nee, 5 maanden is natuurlijk niks. Nee. Mooi. Is er nog een vraag? Moeten we nog eentje doen? Ja? Wat helpt qua steun vanuit je omgeving? Dat ligt een beetje... Dat ligt eraan hoe zwaar het probleem is. Kijk, mijn grootste steun was denk ik dat ik... toen ik echt helemaal naar de kloten was... dat ze me echt allemaal hebben losgelaten. Maar nu met terugvallen en zo is het gewoon dat je denk ik... een signaal kan geven dat er altijd over gesproken kan worden en dat er altijd een oplossing is. Ik denk dat dat heel belangrijk is om aan iemand ook mee te geven van... we gaan gewoon weer met z'n allen opstaan. Dat. Maar ik denk als het op zo'n heftig level was, bijvoorbeeld... Lieten ze jou toen los? Lieten ze jou, toen je niet wilde? Ja, de laatste maand de tweede keer opname... Dus ja, de tweede keer opname, de maand daarvoor, heb ik een maand lang met niemand contact gehad. En zwerfde ik eigenlijk bijna door Amsterdam. Ja. Jee. Ja. Dus heb ik eigenlijk nog nooit verteld, nee. Heftig. Ja. Ook als moeder is dat natuurlijk heel erg om je kind te moeten loslaten. Ja, ja. En toen heb ik toch na die maand de keuze gemaakt om terug naar mijn ouders te gaan. Ik heb mijn ouders een bericht gestuurd. Ik wil weer opgenomen worden. En toen was ik in Amsterdam. Ik heb een Uber besteld. En toen ben ik terug naar mijn ouders gegaan. En ik zat eigenlijk in principe na een paar dagen in Zuid-Afrika. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor je komst toen en een mooie verhaal. Ik hoop dat het veel mensen inspireren. Ik wil inspireren. Wauw, wat een mooi gesprek. Ik ben erg onder de indruk van de journey van Koen en ook van het effect wat je jeugd en pesten kan hebben op je toekomst. Dan ben je dus veilig gehecht door je thuissituatie en dan word je alsnog onveilig gehecht door je school. Met alle gevolgen van dien.
Ik vind het mooi om te horen dat hij met psilocybine een prachtige reis heeft gemaakt. Ik ben natuurlijk superfan van psilocybine, omdat het je brengt waar je op dat moment behoefte aan hebt. En wat geheeld mag worden of gezien mag worden of verhelderd mag worden. En iedereen heeft zo zijn eigen pad om te helen. Ik wil hem in ieder geval heel veel sterkte wensen de aankomende tijd. En bedankt voor dit mooie gesprek. En daarmee is Koen meteen de laatste gast en eigenlijk ook de laatste aflevering van FAIA Onderzoeksverslavingen. Ik zit midden nog in het proces. Ik ben vandaag. Ik heb vandaag besloten dat ik maar weer even helemaal stop met alcohol. Want dat matige. Ik merk toch dat ik dan. Toch best wel vaak. Gewoon door de week weer ga drinken. En ik heb iedere keer een ander excuus. Want dan ben ik aan het eten. Of. Weet ik veel wat ik weer verzin. Dus ik denk, stop maar gewoon. Want ik merk ook dat het ook een suikerverslaving is. Dus los van de gewoonte die ik mezelf heb aangeleerd bij de open haard, bij het eten, is het ook gewoon een craving naar suiker. Een glucose spike die weer op zoek is naar de volgende glucose spike. Dus ik ga even cold turkey nu stoppen. En daar helpt psilocybine mij in ieder geval heel erg mee. Omdat ik wel voor de rust en het afschakelen het niet meer nodig heb. Dus volgens mij is het bij mij op dit moment nog gewoon een gewoonte. Waar ik gewoon een nieuwe gewoonte voor ga aanleren. Dus dat tot zover mijn verslaving. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze podcastserie. En abonneer je voor de volgende serie. Die komt er zeker aan. Ik weet nog niet precies waarover die zal gaan. Ga ik nog even rustig over broeden. Vanaf september sta ik in het theater met een Killer Mindset Tour. Ik zou het leuk vinden als je erbij bent. Het gaat over welzijn, gezondheid. Het is een motivatietalk die interactief is. Dus ik betrek jullie ook in het hele proces. En ik heb ook een hele leuke gastspreker. Namelijk Joep Rovers. Hieronder in de link kun je de tickets vinden. En check even I Am Present voor alle meditatiebundels en online programma's die we hebben gemaakt. Waaronder Inner Child Healing, een programma wat je helpt om bewust te worden van je jeugd en wat er is gebeurd en hoe dat een invloed kan hebben op het hier en nu. Een programma waar ik heel trots op ben. Nou ja, dankjewel nogmaals en fijne dag.